Enemy nog? Kent u dat nog? Ja, de serie Ken je me nog? 2 jaar geleden gemaakt door collega Jouke Boerdam. Ze kreeg de kans om de veranderingen in de zorg van dichtbij te bekijken. En die kans kreeg ze van Trivium Meulebelt Zorg op het Dijkhuis in Borne. Het leverde vrolijke, hoopvolle, maar ook confronterende momenten op. Hans Welberg, welkom. Ja. Jij was heel nauw betrokken bij dit project. Ja, klopt. Ja, heel fijn. En welkom ook Jos van der Wal, u bent regiomanager. Fijn dat jullie er allebei zijn, 2 jaar na dato. Ja, is wat hè. Eerste vraag natuurlijk, hoe is het ermee? Ja, op zich goed. Ja? 2 jaar, ga snel. Ja, vliegt er doorheen. Ja, vliegt er doorheen. Ja. Ja, echt waar. En hoe gaat het op het Dijkhuis? Ja, nou, het gaat er door. En we krijgen, het heeft wel wat opgeleverd gelukkig. Dat is heel fijn om te horen. Ja. Ja. Want er werd soms ook wel een onluisterend beeld geschetst hè, in die periode van de zorg. Is er veel verbeterd? Ja, wat is ontluisterend? Hè? Het is een realistisch beeld geweest in de zorg. En ja, we wilden graag met deze serie toch wat meer erkenning krijgen, maar ook wat meer duidelijkheid verschaffen hoe het echt in de zorg gaat. Ja. En daarom hebben we Jouke Boerdam ook de gelegenheid gegeven om 24 uur bij ons te filmen. En dan zonder beperkingen, natuurlijk wel met respect voor, uiteraard, maar zonder beperkingen. Ja, heel gelukkig bijzonder even, hè? Sorry dat ik u onderbreek, want er zijn weinig zorginstellingen die dat aandurfden, zeker toen. We hebben geen geheimen. Waarom zouden we geheimen moeten hebben? Ja. We zijn zoals we zijn en 24 uur per dag wordt er hard gewerkt door onze collega's. Ja, dat was wel duidelijk. Met veel passie, met veel plezier en natuurlijk is er veel veranderd de laatste jaren, want we hebben extra geld gekregen. Ja. Hugo Borst heeft flink aan de weg getimmerd. Die heeft ook veel gedaan. Gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Heeft de serie ook veel impact gehad op jullie persoonlijk en op de bewoners? Ja, de bewoners is wat moeilijker te zeggen natuurlijk. Mm. Omdat het ouderen zijn. Dementie, het onthouden. Maar als ze zichzelf zien op televisie, zeggen oh wat leuk. Ja. En voor ons als personeel natuurlijk ook wel. Van, je zet wat neer met elkaar. En over het algemeen was het best wel een heel positief beeld. Maar je zag ook gewoon dingen die er gewoon zijn. En zo is het ook. Ja. Zoals het was. Zo hebben ze het ook laten zien. Dat is gewoon hartstikke mooi. En die herkenning was dat natuurlijk. Laten we even kijken naar de realiteit van toen. Ja. Kunnen we het zo meteen over het nu hebben, over Hugo Borst. Ja, een fragment over de werkdruk in de zorg daar, de nachtzuster. Half uur aan het werk. Hoe vaak is dat ding al afgegaan? Oh, telt niet meer. Heel vaak. 10 keer. Hoeveel mensen moet jij hier verzorgen? 33. Alleen? Ja. Is dat niet een beetje veel? Vroeger deden we met z'n tweeën, maar ja, het moet allemaal bezuinigen, denk ik. Nu doen we het alleen. Maar ja, wat doen we eraan? Ja, wat doen we eraan? Ja, 2 jaar later. Een blik van herkenning, zag ik. Ja, kijk, is er iets veranderd, Hans? Nou, in ieder geval dat het beter geluisterd kan worden naar ons, hè, naar het personeel. Als het werkelijk nodig is, kunnen we mensen inzetten. Er is wat meer ruimte, er is ruimte gekomen, daarin geld. En als dat nodig is, dan kunnen we mensen inzetten. Ja. Of we gaan wat eerder beginnen. Er zijn alternatieven. En het wordt voor ons wel steeds duidelijker van dat er meer mogelijkheden zijn. Dat is heel prettig op de werkvloer. Hoe is dat zo gekomen? Want u refereerde net al aan Hugo Borst. Ja, Hugo Borst. Ja, die Hugo heeft Borst behoorlijk aan de boom gerammeld, hè? Hugo Borst manifest, hè? Dat heeft 1,2 miljard euro opgeleverd voor de zorg. Ja. Voor TMZ is dat ruim 11 miljoen. En dan krijgen we 11 miljoen. Dat pardon, is hoog, 11 miljoen structureel voor structureel. Uw organisatie? En iedere jaar krijgen we daar een postje van. In totaal ruim 11 miljoen. En wat betekent dat concreet? Nou, waar landt dat? Concreet houdt dat in ongeveer tussen 65 en 75 FTE's. En een FTE is 36 uur per week. Ja. Dus 75 keer 36 uur per week erbij. Dat zijn aantallen. En zijn dat SEC mensen die worden ingezet voor handen aan het bed? Ja, voor die aandacht? Ja, 85% van het budget moeten wij gebruiken voor handen aan het bed. Dat doen we ook graag. Mm-hmm. En wij hebben ervoor gekozen om heel duidelijk met de teams in gesprek te gaan. Wat heb je nodig? Wanneer heb je het nodig? En waarom heb je het nodig? En dan kun je ook zien dat je kwaliteit kunt bieden. En je zag net die nachtzuster. Ja.
hebben we ons echt al aangetrokken. Hè? Ja. We zagen van, daar doen we ook veel aan duurzame inzetbaarheid voor onze medewerkers. Mm-hmm. Want we willen graag ook onze mensen heel houden. Ja, inderdaad. We willen graag dat onze mensen hun werkzaamheden goed kunnen doen. Maar de lucht is er nu dus ook. Die lucht van, is er. Van mensen en van geld. Ja. Is dat ook te merken op de vloer? Nou, dat het begint nu te komen. Ja. Langzamerhand, eind van het jaar, november, december, zijn die gelden een beetje beschikbaar gekomen. Dus op de tijden, dat we ons niet meer zo strak hoeven te houden aan de uren die we hadden overdag. Ja. Dat er gewoon wat rek in zit. Dat er ook wat meer aan welzijn uren zijn bijgekomen. Meer lucht. En dat geeft gewoon echt meer lucht. Een van de dingen die heel opmerkelijk is aan de serie van 2 jaar geleden, was dat ook het Dijkhuis heel erg rust op en leunt op vrijwilligers. Ja, heel veel vrijwilligers. Ja. Hoeveel waren het er ook alweer? In totaal binnen het hele TMZ 1550 vrijwilligers. 1550, dat is een aantal, hè? We hebben een hele belangrijke rol. Laten we ook daar nog heel even kijken. Ja, dat is heel mooi. De vrijwilligers. Dierbaar. Miguel Devesje is een van de 37 vrijwilligers die assisteert bij de maaltijden. Ik kom zo, wacht eventjes. Hij helpt zeker 3 uur per week. Als de vrijwilligers niet komen, wat betekent dat dan? Ja, een groot probleem. Want? Nou, dan werken hier klaplazers. Wij zitten hier rond de 240, 250 bewoners ongeveer en 300 vrijwilligers. Als onze 300 vrijwilligers er niet zijn, dan vervalt sowieso 80% ben ik van mening qua aandacht. Maar 2 jaar geleden heb ik hem het eens uitgezocht. Toen zaten er rond 42.000 uur aan aandacht per jaar wat door vrijwilligers werd geschonken. Als dat allemaal vervalt, Hans, u zei het duidelijk, dan werk je het labblazen of het klapblazen. Ja, ik maak er wat moois van. Ja, maar zo was het wel. Ja. En als je niet oppast, is dat nog steeds zo. Maar gelukkig komt daar gewoon meer lucht. En de versie is er nog steeds en hij doet gewoon fantastisch zijn werk. Niet alleen Miguel, maar alle vrijwilligers die bij ons komen. Ja. Echt. Mooi om te zien dat die mensen nog altijd betrokken zijn. Ja. Sterker nog, het zijn er meer geworden, ook hoorde ik. Ja, we groeien nog steeds. Ja, we zeiden net tegen elkaar, ze zijn wat ons betreft goud waard. Ja. 1550 vrijwilligers op het ogenblik, alleen binnen het DMZ. Komt natuurlijk ook dat onze vestigingen hebben, is een hele sterke culturele band. Ja. Men voelt zich verbonden. En we doen het samen. Hè? We doen het niet alleen met de vrijwilligers, we doen het met onze collega's, maar we doen het ook met familieleden. Ja. En dan kun je de kracht hebben met elkaar. Is het nu ook zo dat sommige vrijwilligers ook doorstromen dan en misschien een contract krijgen? Of komt dat uit hele andere hoeken? Nou, de gemiddelde leeftijd is natuurlijk wel eens hoger, laat wel eens zijn. Het gebeurt mondjesmaat. Maar niet erg veel. Nee, maar die samenwerking is het dus wel degelijk tussen volledig, het personeel. Ze maken volledig deel uit van het team. Ja. Volledig. Ja. En ook steeds meer familieleden die betrokken zijn bij directe zorg. Als Jouke nu diezelfde vraag van 2 jaar geleden weer aan u zou stellen, zonder die vrijwilligers, gelukkig zijn ze er. Ja, gelukkig zijn ze er. Zou de situatie dan nu nog zo nijpend zijn? Ik zei net, van we beginnen daarin te veranderen. Ja. We hebben nog niet zo heel lang geleden te horen gekregen dat je wat meer ruimte hebt in welzijnsuren. Ja. En dat komt dus nu aan de gang. En dan gaan we dus nu hard mee aan het werk van hoe we die gaan inzetten. Dus het begint nu te en dat mag ook weer per team ingezet worden. Ja. Ik bedoel, het wordt niet van boven opgelegd. Het is van wat hebben wij nodig op de woning? En wat daar speelt, maakt niet zoveel uit. Wat hebben wij nodig? En als je dat goed kunt verwoorden, dan krijg je gewoon die uren erbij. Mag ik concluderen dat het beter gaat in de zorg? En in ieder geval bij jullie in Borne? Zeker. Dat mag je concluderen. Ja. Goed om te horen. Ja. Ik hoop dat dat ook zo blijft. Dat we jullie over een paar jaar weer spreken. Ja, graag. Dank voor de komst naar de studio. Okay. Herman en Jos. Heel fijn.